Yo, Westfan, je leuk te kijken naar een nieuwe aflevering van Survival Craft. Ja, maar jongens, vandaag na de mooie aflevering van gisteren, waar wij twee tempels deden. Eerder deden we alleen en ander deden we samen met Brommer84. En de loot netjes gedeeld, hij kreeg twee delen van de loot en ik kreeg één. Ik kreeg de beste en hij kreeg dan iets twee mindere. Maar hij heeft iets minder natuurlijk nodig, want hij had nog niet zoveel spul. Wat we vandaag doen is, wij gaan vandaag hierin. In het netherportaal. Ik ben net offscreen een beetje te kijken naar mijn spul. En ik zag dat ik helemaal geen flint heb. Dus ik kan ook geen flint en steel maken. Dus wat ik moet doen is, ik moet een van mijn mooie diamonds vinden. Ja, en ik moet even een shovel maken. Ja, ik weet, we hadden een silk touch shovel, maar die ben ik kwijt geworden. Ik weet niet hoe, ik weet niet waarom, maar sinds ik mijn kist heb gerestocked, hoe moet ik het noemen? Sinds ik mijn kist allemaal heb gesorteerd, ben ik de shovel kwijt. Dus wat ga ik doen? Ik ga eventjes hier naar beneden. Wat eerst nog doen is, we gaan zo dadelijk ook eventjes wat boekenkasten kopen. Want dat hebben we ook nodig. Maar, oké, hier is een cave. Is hier wat gravel? Dus ik zoek voor de eerste keer, zoek ik gravel. En dan ga ik natuurlijk geen gravel vinden, of wel? Oh, bedankt creeper, die de boel weer opblaast. Echt. Ontzettend blij. Oké, nou, dit is weer gerepareerd. Zo. Ik zoek dus gravel. Hier moet toch ergens wat gravel zijn. Kom op, gravel. God damn it, jij flipping. Oké, nou, hij is dood. Gravel. Kom op, yes. Oké. Oh, please, scout it. Wat heb ik op zitten? Oh, de taunts, denk ik. Ik weet niet hoe dat komt. Please, geef mij een flint. Yes, flint. Nice. Nou, dat ging snel. En twee koeien zitten random. Dus altijd kans om te kijken. En ik weet niet waarom. Koeien. Zo'n rare wezens. Ik geef mijn afval van het balkon gooien. Zo, die. Niet de flint. Dan gooi ik de random spul hier weer in. En dat is even in stone. Prima. Wat gaan we nou doen? Ik heb steel nodig. Oh god, ik heb geen iron. Oh, please. Silky. En we moeten weer terug, want we moeten even wat iron zoeken. Please, zeg maar dat ik ergens iron heb achtergelaten daar. Oh, natuurlijk niet. Nee, ik heb alles hier gebruikt. Oh god. Oké. Ik heb dus iron nodig. 1 iron ingot is genoeg. Ik moet niet dom zijn om alles te gaan verkopen. Waarom moet ik altijd alles verkopen wat ik krijg? Oké. Ik geef hem een diamond. Ik geef hem een diamond voor. Dus, oké. Oh, please have it. Please. Heb jij iron ingot? Waarom doe ik zo dom? Ik kan naar spawn gaan. En naar shop. En kan een iron ingot kopen. Waarom doe ik zo moeilijk? Ja, sorry jongens. Ik weet het soms ook niet. Ik kan gewoon een iron ingot gaan kopen. Ja, het kost me een beetje veel geld. Maar we hebben het er wel voor over. En mag mijn net op taal wel gebruiken. Maakt niet uit. Iron. $50. Nou, boeien. Maakt niet zo veel uit. Home. Die. Hij is er niet aan. En.
Waarom werkt ze niet? Oh, please. Heb ik weer iets verkeerd gedaan? Ik heb altijd iets verkeerd. Waarom doet hij dat niet? Ik begrijp het niet. Ik begrijp het niet. Waarom doet hij het niet? Oké. Internet. Internet raadplegen. Minecraft. Nether. Port. Nee, geen netherport. Please. Hoe moet ik een netherportaal maken? Het ziet er goed uit. Even kijken. 2 aan de onderkant. 3 aan de zijkant. 2 aan de onderkant. 1, 2, 3 aan de zijkant. Waarom doet hij het niet? Is er iets veranderd in 1.9? Dat. Waarvoor zorg ik dat hij het niet doet? 1.9. Oké, hij wil even wat eten. Ik begrijp het niet. Ik begrijp het niet. Wat is... Moet het soms vrij zijn of zo? Hoe werkt het nu? I don't understand what is going on. Ik begrijp het niet. Misschien ook heel derpy en weet ik niet waar het aan ligt. Ik haal het eens weg. Ik haal één blokje weg. Kijk wat er gebeurt. En het is lang. Oké. En. Ik. Die? Wat? Moet soms die weg? Oh! Ze zou kunnen? Zou kunnen dat ik OP moet zijn? Even. Oké, ik ben al geopt. Kijken of dit werkt. Dat was dus het grote... Oh god, please. Wat ik moet doen, ik wil nog eventjes... Oh god, no. Please. Ik wil mijn muur hier repareren, maar dat wordt een beetje lastig. Oké. Nice. Hij is dus even... Promovie 80 is naar de Nether. Wij gaan straks naar de Nether, maar... Wij gaan eerst eventjes naar...
Nee, ik moet 6 mensen als je ingooien. Hier mag mijn shovel in. We gaan dit terug naar spawn. Ja, waarom gaan we terug naar spawn? Boekenkasten. Hoeveel boekenkasten hebben wij nodig? 15 boekenkasten hebben wij volgens mij nodig. Dus dat gaan we ook even doen. We gaan dus even naar de shop en gaan even boekenkasten kopen. Zoveel als we kunnen. Want ik wil een pickaxe maken met efficiency 4. Minimaal. Ja. Gewoon, we hebben 2 pickaxes. We hebben een fortune pickaxe en we hebben een... of een silk touch pickaxe. Maar geen van beide heeft efficiency. Dus dat duurt mij veel te lang. Wat ik ga doen is, ik ga gewoon... 15 boekenkasten kopen. En volgens mij is dat al genoeg. En ik ga gewoon boekenkasten plaatsen hier op mijn enchantment table. Of een hoek had niets gehoeven, volgens mij. Oké, okay. Is dit goed genoeg voor... oké. Ik moet even naar mijn voetkist sticks pakken. En diamonds. En wij gaan een pickaxe maken. Dat is geen pickaxe. Dit is een pickaxe. Yep. Koeien, please. Please, koeien. Is het level 30? Yep. Fortune 2. Lapis. Ik heb lapis nodig. Natuurlijk heb ik lapis nodig. Die wil ik een Fortune 2. Prima. Brommen. Oh, hij is er dus niet meer. Hij is er even niet meer. Ik wil gewoon een goede efficiënte pickaxe. Of het mij nou 30 of level 3 levels kost, maakt me niet veel uit. Efficiënte 4. Prima. Prima. Prima efficiënte 4. Die mag Brommer hebben. Ik wil nog één kijken. Ik wil nog één pickaxe maken. Kijken of ik... nog eentje kan ik maken van efficiëntie 4. Yes! Oeh, ik kan efficiëntie 5 maken. Nice! Dat is wat ik wilde. Dit is de fortune. En... Oké, okay, wacht even. Die is voor Prommen. Die twee willen gaan... Oké. Okay. Ik moet terug naar spawn, naar de shop. Want we gaan een anvil kopen. En ik weet niet hoeveel geld ik nog heb. Money. Oké, okay, genoeg. Ik wil voor... Een anvil kostte $1000 of zo. Dat is een beetje veel. Maar maakt niet uit, maakt niet. We hebben er geld voor. En dan gaan we één tip gaan gewoon iron minen. En dan hebben we het geld weer terug. Dus zo moeilijk is dat niet. Nee, we zoeken een anvil. En waar was de anvil? De anvil was boven, volgens mij. Was de anvil niet boven? Yep. $1000. Prima. Oh... Oké, okay, en we plaatsen die niet in de gang. We plaatsen hem hier. Ik wil dus die combineren met die. Kast met 17 levels. I don't care. Die is van mij. Brommer mag deze hebben. Dus kijk, dat is een goede pickaxe. Die willen we hebben. Oh, zit er Fortune 3 op? Oké. Okay. Hallo? Hier. Hier. Is het een goede pickaxe? Yes, oké. Okay. Alsjeblieft. Oké, okay, ik ben ook klaar om naar Nether te gaan volgens mij. Ik ga mijn spul hier ingooien. De sticks gooi ik hier ook wel in, maakt niet veel uit. Heb ik fire shield op, dus dat is goed. Oké, okay, en dan gaan we. De Nether in. Oh, spannend. Spannend, waar komen we uit? Hopelijk hebben we een goede spawn. Oh. Oké, okay. Die knop. Oké. Okay. Dit is de Nether. We hebben geen night vision. Dat vind ik een beetje jammer. Ja, daar wil ik liever niet naar beneden vallen. Gewoon een guest. Altijd fijn. Waarom gaan we naar Nether vandaag? We gaan op zoek naar Nether Fortress. Ik wil gewoon kijken of ik een Diamond Horse aan kan vinden ofzo. Hier zit verder voor een 10 op. Kan ik dit overleven? Ja, dus oké. Okay. En dit is gewoon fijn. Ik
er gewoon dwars de lava heen. Altijd fijn. Hey, Brommer. Brom 84 zit daar. Oké. We zoeken net of wat. Ik hoor een gas, maar... Ik ga hem niet heel veel lastig. Ik hoop dat hij me niet lastig vallen. Ik weet niet of waar Nervats kan zitten. Ik heb pickers meegenomen. Ja, gewoon. Om te maken. We hebben niet echt nodig. We gaan geen quads hakken of zo. Tenminste, dat hebben we nog niet nodig op dit moment. Want wij hebben 31 levels nu. We hebben wel heel wat levels verspild aan 3 pickaxes. En natuurlijk de combinatie op de anvil. Maar dat, dat kan wel. Als je gewoon 1 tempel per dag doet, dan kom je er al. We gaan de tempel vandaag gaan we niet doen. We gaan weer wachten tot de volgende aflevering. Dan ga ik er weer 2 doen. Ik denk dat we wat meer gaan doen, zodat wij deze aflevering wat anders kunnen doen. Zoals we gaan deze aflevering gewoon even de nether verkennen rond ons. Is dat een nether fortress? Ik dacht dat ik een nether fortress zag. Daar, of zo. Of verbeeld ik mij nou dingen? Voor mij verpilt ik mijn dingen. Ik wil niet hier naar beneden springen. Ik wil in de lava springen. Klinkt heel raar. Waarom in de lava springen? Maar dan kan ik waarschijnlijk net meer naar boven. Je wil daarachter. Oké. Okay. YOLO! Plons! Ah, het is een heerlijke warme lava. Ik word een guest. Dus we zwemmen nu even lekker door de lava heen. We moeten even helemaal die kant op dan. Waarom zie ik daar random een keer de lava naar beneden vallen? Weet ik niet. Moeten ze misschien... hoe moet ik dat noemen? Doe de boel even de omgeving eventjes renderen. Ik denk dat dat er is. Ik kom van een kerst. Maar daar is de kerst. Oké, we moeten dus even zwemmen door de lava. Nee, dat gaat, kost ons niks. Geen hartjes, niks af. Geen durability. Dat is handig als je fire shield hebt. Yep. Dus heel mooi. We zijn dus bijna. We zijn er bijna. Kijk, hier valt weer lava naar beneden. Lijkt alsof er random een keer lava spawnt hier. Vind ik raar. Dus als we nou een boordje hadden, een boordje door de lava. Dat zal het zijn. Dan maak ik even die poorten. Ik ga even zien de poorten die bij meer door de lava kan varen. Alleen dan. Als je geen fire protection hebt, of geen fire shield, of geen fire resistance potion. In normaal vanilla Minecraft. Dan wordt het een beetje lastig om eruit te komen, denk ik. Uit dat poortje. Ja, dus dat lijkt me een heel goed idee. Als we dat gaan doen. Ik zie helemaal geen enkel nether fortress. Meestal kom je er wel heel gauw in tegen. Zeker dit soort omgevingen. Heel veel open lava. Daar kom je er meestal wat tegen. Maar ik heb nog niks gezien. We gaan weer door de lava heen. Maakt niet uit. Dat kunnen wij gewoon. Dat kunnen wij gewoon. Oké, we gaan deze kant op. Oké, hier is... Het lava lake is heel groot. Waar zou de fortress, de nether fortress, kunnen zijn? Met een quartz... Ik ga geen quartz hakken, dat heb ik gewoon op dit moment niet nodig. Dus, Meestal spawnen ze nether fortress in dit soort lava gebieden. Soul sand. Ik heb ook netherwort nodig voor potions in de toekomst, dus daarna wil ik ook zo gauw mogelijk zo'n fortress vinden. Dat is een groot gat. Dat is een heel groot gat. Oké, deze kant op. Dan maar. Ik loop al een heel tijdje nu hier in het nether, maar ik heb nog helemaal niks gevonden. En als we hoeven er niet weg terug te vinden naar het portaal. Nee, we kunnen gewoon slash home en dan komen we thuis. Dus dat is geen, geen probleem voor ons. Maar... wat we gaan doen is, we gaan gewoon simpelweg wat blazes killen. Ook daar ook gewoon wat blazes krijgen. Zal we niet weten helemaal hetzelfde fort terug hoeven te vinden. Nee, maar dat gaat ook heel irritant worden. Oké, ik dacht even dat ik heel diep naar beneden viel. Maar dat is niet het geval. Gelukkig, gelukkig, gelukkig. Ik moet eten. We hebben genoeg eten meegenomen. Als je geen eten meer deed naar de nether, dan heb je heel vaak een probleem. Maar kijk hoe snel dit gaat. En nog even zo naar beneden of naar boven. Kom. Yes, oké. Okay. Gaan we deze kant op. Ik vind het gewoon raar dat we helemaal niks gevonden hebben. Geen enkel nether fortress. Hoe kan dat? Hoe kan zoiets?
Oké, okay, hop, hop. Oké, okay, dan gaan we naar boven. Oké. Okay. Please, Nether Fortress. Show yourself. Laat je zien. Laat je zien. Waar ben je? Is dat een Nether Fortress in de vette? Ik weet niet of dat een Nether Fortress is. Ik denk, we gaan nog even naar de overkant zwemmen. We zwemmen gewoon naar de overkant. Op zoek naar Nether Fortress. Het moet maar. Het moet. Lange zwemtocht is dit. Helaas. Dus hoe... Ja, het duurt even lang dit zwemmen. Sorry jongens, ik kan er niks aan doen. Maar het moet gewoon even. We kunnen er omheen lopen. Wat je normaal gezien doet als je... Als je geen fire protection hebt, zoals wij. Ja, fire protection. Maar ik bedoel geen fire shield. Geen custom enchant zoals dit. En... helemaal geen... Enkel Nether Fortress, ook niet in de vette. Daar, nee. Kerst. Kijk hem daar. Kijk hem daar toch gewoon rondzweven, die kerst. Wie deed je wat het hier is? Huh. Hm. Voor mij zien ze niet als jij naar lava bent of zo. Voor mij zien ze het dan niet of zo. Ik weet het niet. Oké, kom op. Nog een kerst daar. Twee kersts. Moet ik een beetje bang worden of wat? Nee. Dan raak ik niet bang van kersts. Nee. Nee, ze zijn dodelijk, maar niet voor ons. Als je zonder armen hier rondlopen, dan moet je misschien toch een beetje bang zijn. Maar dat zijn wij niet. Natuurlijk niet. We zijn niet bang voor kersts. Oké. Kom op, Kerst. We gaan uit tennis met de Kerst. Oh, dat is bijna raak. Oh, nice. Oeh, een Kerst hier. Ik wou net zeggen van, oh, boeien Kerst. En toen sloeg ik nog raak ook nog. Dat is mooi. Dat is heel mooi. Dus verder naar ons... ja, op zoek naar ons avontuur, op zoek naar Nether Fortress. Want dat hebben we nog helemaal niet gevonden. Oh, maar kijk hoe groot de Nether hier is, man. Hoeveel grote open lava plekken je hebt en zo, maar geen enkel Nether Fortress. Ik begrijp het niet. Is het soms zeldzaam wat die te vinden in EP9 of zo? Ja, het is voor de eerste keer een serie dat ik EP9 speel. Ja, voor de eerste keer dat ik in EP9 Nether komt, dus voor mij is het een beetje raar. Oké, okay. Waar is de freaking Nether Fortress? Misschien dat we zo even home gaan en lopen een andere kant op. Dat is ook iets wat we kunnen gaan doen. Want ik zie hier helemaal niks. Heel goed open vlaktes, maar geen enkel Nether Fortress. Ik heb dus geen idee waar die kunnen zitten. Geef me wat meer Nether blokken. Dan kan ik even hier naar de overkant bouwen. Ik kan naar beneden springen, maar dan ben ik nog lang niet weer boven. Dus we gaan nog even een klein bruggetje maken. Dan ben ik bang. Dan ben ik heel bang van... Oh, please, val. Niet vallen. Maar dat maakt nou niks uit. Dus, oké. Laat hier naar de kasteel gaan. Of naar de fortress. Ik heb een heel goed vliegend... Level een ruimteschip of zo. En nog een kerst. Kerst, please. Laat me rust. Ah, daar hebben we nog eens zo'n grote rotzak van de kerst. YOLO! Ik dacht in de lava viel, maar blijkbaar niet. Er is wel een kerst boven ons en hij doet niks. Sommige kersten zijn aardig, andere niet. Kom op, ga naar boven. Goed zo. Hey, pikzombies, weten jullie misschien ergens waar een kasteel is? Ja, want ik wil graag eventjes wat onderzoeken in dat kasteel. Nee, ik ga niks stelen. Ik steel helemaal niks. Ik ga gewoon wat onderzoeken. Ja jongens, we gaan onderzoeken. We gaan alleen kijken. We gaan kijken, niet kopen. En even wat eten, anders kan ik weer niet rennen. We hebben wel een kerst hier. Ik weet niet wat voor... wat voor potions je daarvan kan maken. Volgens mij... Nee, niet strength. Ik heb geen idee. Is het sprint? Speed? Nee, speed niet.
Jump potion misschien. Ik heb geen idee. Ik ben geen echte goede potion maken. De enige wanneer ik potions maak. Ik heb van de eiland 5 seizoen heb ik potions gemaakt. En dat is voor de eerste keer sinds een hele lange tijd dat ik potions heb gemaakt voor in een Minecraft serie. Dit ziet er niet goed uit, jongens. Wij gaan terug naar onze home. En daar zijn we dan. En onze mooie enchantment table daar. En wat ik wel wil doen. Nou, het maakt niet uit. Het maakt me totaal niet uit of de koeien er net in gaan. Die in mijn huis zitten. Het maakt me niet uit. Als ze er net in willen, dan kunnen ze daar mooi in gaan. Oh god. Yes. Oké. We gingen die kant op. Wij gaan nou deze kant op. Op zoek naar de foto's. De zoektocht gaat nog altijd voort, jongens. Nog altijd. Oké, dan gaan we deze kant op. En zoals je dat net hier om het hoekje een heel nette foto zit. Oh my god, please no. Dit op dood of niet? Nee, ik kan hier naar boven. Oké. Dan doen we het zo. Oké. En dus ik zie dat dit weer helemaal doorloopt of niet. Ja, hier is een gaatje. Of loopt dit dood? Anders gaan we gewoon dwars doorheen minen. Ik ga er gewoon die kant op. Ik heb dit verlies een efficiency 5 pickaxe, dus kap. Of ik lava tegenkom of niet, het maakt me helemaal niks uit. Ik wil gewoon een nether fortress vinden. Please, geef mij een nether fortress. Anders wordt het een zoektocht naar een nether fortress die we nooit zullen vinden. Ja, en in mijn vorige seizoen was het gewoon makkelijk om een nether fortress te vinden. En nou gewoon totaal helemaal niet. En dan spoil je me net met een portaal waar helemaal geen enkel fortress in de buurt is. Lava, ik ben helemaal niet geïnteresseerd in jou. Ik kan gewoon dwars weer heen gaan. Oké, dit is lang lava. Dit is veel te lang. Oké, en lava stopt hier. Oké, let's go. Holy fuck! En we overleven het. En je de nether fortress! Holy fuck! Dat is wel een heel avontuur, of niet? Dat dit overleven. Dat vind ik wel heel knap van ons. En een heel mooi nether fortress gevonden. Nice. En we gaan dwars door lava heen. Want lava interesseert ons niet. We zijn immuun voor lava. Oh, blazes. Blazes, als jullie toch even wisten dat ik tegen vuur en lava kom. Oké, daar zijn we dan. En we zijn een bitter gebroken. Die kan dus helemaal niks. Dus laten we eens kijken wat we allemaal kunnen vinden. Oeh, nether wart. Oeh, dat neem ik graag mee. Geef mij de nether wart. La la la. Oké. We halen aan één kant een nether wart weg. Aan de andere kant is niet nodig. Ik wil ook anderen een beetje de kans geven om ook een nether wart te vinden. Oké, ik hoor een skeleton. Een witte skeleton zijn, maar dat kan ook een normale skeleton zijn. Oké, okay, waar zijn de chests? Kijk, een skeleton. Hoja! Hoja! En een chest. En, oeh, gold horsehammer. En normaal gold en 2 diamonds. Niet slecht, niet slecht. Kan beter. Kan diamond horsehammer zijn. Oeh, nog een kist. Een zadel. Dat neem ik wel mee. Dan kunnen we een tweede paas zoeken. Wat hebben we dan hier allemaal nog? Hier, dit is soort hier helemaal niks. Hier is nog meer nether wart. Van nether wart heb ik 10 stuks. Prima. Dat is helemaal niet slecht of zo. En hier is ook helemaal niks. Nope. Oké. Wij gaan even terug. Die kan op dood. Hier kwamen we vandaan. Dus ik wil even een blokje afschepen dat ik daar al geweest ben. Oké, deze kant op dan maar. Oeh, een kist. En diamond horsehammer. En weer gold horsehammer. Prima. En wat nether wart. Dat neem ik ook wel mee. Dat neem ik ook wel mee. Wat ik wil doen. Ik ga eventjes mijn... is dat bright? Serious? Is dit bright? Wacht. Wat is dan helemaal niet bright? Wat is dan Moody? Holy flip.
Dat willen we niet hebben. Dat willen we zeker niet hebben. Oké. Nee, we gaan terug een mooie screenshot maken. Zo, mooie screenshot gemaakt. Dan moet ik onthouden dat ik screenshots moet maken in afleveringen. Oeh, nog een chest. Oeh, nog meer Cold Horsehammer. We hebben zoveel paarden straks, jongens. We hebben paarden en ezels en alles. En alles heeft Cold Horsehammer aan. Het hele stal zit voor mijn paarden straks. Oeh, nog een chest. Oké, nog een zadel. En de diamonds en de gold neem ik ook altijd graag mee. Dit loopt door. Oké, heel veel kisten hier. Dat zie ik graag. Je ziet graag een Netherfoss met heel veel kisten. Oh, een heleboel blazers. Please. Hostile creatures. Zo. Dat gaan we even terug. Deze kant op dan maar. Daar is meer kisten. Nou, daar moet ik niet naar beneden lopen. Dat is ook gevaarlijk. Dat is ook gevaarlijk. En ik viel bijna naar beneden. Oké, natuurlijk. Lange gang. Een hele lange gang. Hey, nog een kist. En diamonds. 2, 3, 4, 5, 6 diamonds. Totaal hebben we er 10 gevonden hier. Loopt dat dood? Nee, niet helemaal. En hier wel. Oké. Okay. Heleboel kisten hier. Maar het is geen diamond horsehammer. Dat is gewoon waar ik hier voor kom. Ik wil diamond horsehammer. We hebben het paard dat we hebben. Is goed. Hij heeft heel veel hartjes. Hij kan aardig hoog springen. Niet echt heel hoog. En hij is aardig snel. Dus het is een goed paard. Dus daarom wil ik ook echt Diamond Horsehammer te paard hebben. Want ik was offscreen. Waar moet ik heen? Ik wil even Blaze Rod. Geef mij een Blaze Rod. Dank u. Hier is een trap omhoog. Dan gaan we even hier een trap omhoog. Oeh, dubbele trap omhoog. Oeh, dat is het nieuw. Nog meer kisten hier? Nee. Deze kant loopt door. En nog een trap omhoog. Het is een heel hoog, heel groot Netherfortress. En hier gaan we naar buiten. Oké, okay. Ik wil niet helemaal naar buiten. Want voor mij hebben we dan niet alles gehad. Alle gangetjes hier gehad. En dan zitten de blazers om mee te schieten. Please blazers. Wees slim. Je kunt mij toch niet doden. Hallo meneer de Willeskeleton. Ja. Ja. Oké. Okay. Wow, hij dropt helemaal niks. Hier ben ik geweest. Deze kant op. Ook al geweest. Oh. Nou, verkeerde kant op. Maar terug naar waar we de plek van naar binnen gingen. Daar konden we ook naar boven of onder met een trap. Een domme blazer op mij aan schieten. Deze kant. Yep. Hier was dat. Hier kwamen we naar binnen. Waar was dat? Hier. Hier kunnen we naar boven. Kijken waar we dan uitkomen. Nog een gang. Yes. Misschien is er nog wel een kist met Diamond Horsehammer. Oeh. Misschien hier aan het hoekje. Oh. No. Goddammit, Blazes. Kan ik deze jump maken? Dat vertrouw ik niet. Dat vertrouw ik niet. Dus we gaan even terug. Ik heb ook een axe. Dit is mijn Canadian axe, ja. Prima. Niet dat ik straks de verkeerde axe meegenomen. Oké. Okay. Daar gaan we heen. We gaan nu terug. Helemaal terug. Even kijken. Die kant, zijn we die kant al op geweest? Ja, hier kwamen we binnen. Dus we gaan terug een hele grote lange trap naar boven. Blazers, please. Jullie kunnen mij niet raken hier. Blazers zijn domme wezens. Echt, ze zijn niet slim. Ja, gewoon deze kant weer op. Is dit de trap omhoog? Was dit de trap omhoog of was het hier? Nee, het was hier. Oké, hier gaan we dus omhoog. Geen Diamond Horsehammer, helaas. Wat meer gaan we helaas niet vinden, denk ik. Nee, want de gang hebben we nou allemaal gehad. Dus we gaan hier over de lava heen jumpen. Oké. Okay. Waar zijn de blaze spawners? Blaze spawner. Zijn witte skeleton. Oh, er zijn blaze spawner in de vette. Yep. Oh, hij wil het ons. Oh, ik ben gewillet. Natuurlijk. Dat staat er alleen. 3 witte skeletons. Dat is een grote nachtmerrie. Please. Bye. Please. Hoe kan een van jullie jouw je hoofd droppen? Dat zou mooi zijn. Nee. Oké.
Hé, hey, jij daar in de vette. Kom maar. Ja, ja. Oké. Kunnen we deze kant op? Ja, ik zie daar een blaze spawner. Wat is dit voor een ding? Ik weet het niet. Hier. Blaze spawner. Oeh, 3 blazes. Nice. Dus kunnen we die wegvliegen, omdat hij wat boven zit. Dat is altijd nice. Behalve hij kan wegvliegen. Oké, hoeveel blazes hebben we nu? 3 in totaal. Ik wacht wel even op wat meer blazes. Gewoon wachten. Wachten. Dus ik had wel een hele een mad blaze of zo. Dat hebben we ooit een keer gehad in... Eilands 5 seizoen. Ja, dat kwam een mad blaze. Ja, dat is zo'n name tag mob. Dus, die dropte heel speciale dingen. Dus we wachten even dus op. Rustig wachten. En daar zijn ze dan. Hallo, blazes. Oh, 1 blaze vliegt weg. Is dat looting op deze axe? Nee. Oh god. Oké, hij is dood. En hij dropt een steen. 5 blaze was al wel genoeg zijn, of niet? Oké. We hebben geen... We kunnen niet zo deze silk touchen. Nee. Oké, is hier voor de rest nog wat? Volgens mij niet. Kijk, anders gaan we terug. Zit hier nog iets achter? Misschien? Nee. Dus we gaan terug naar onze home. En dan zijn we dan terug in onze home. Onze armen zien er nog aardig goed uit. Dus dat is heel fijn. Is het Brommas is online? Ja, Brommas is online. Nether. Oh, Brom is nou weer offline. Oké, we gaan even alles in de Nether gooien. Even hierin. Al die blokjes zo. De Nether Ward, gooi daar ook wel in. Die. En. Prima. Ik ga even naar de mobs. Ik moet, dit moet ik gewoon vaak doen. Ik moet gewoon mijn spoel goed. Verspreiden. 10 diamonds gevonden. 11 gold. En 3 golden horse armen en 2 zadels. Dat betekent dus dat wij 2 paren erbij kunnen halen. Ja, dat gaan we dus gewoon wel meer in. Dus het was geen slecht tripje naar de Nether. Naar de Netherfort. Dus alleen helaas Golden Horse Armor gevonden en geen Diamond. Maar dat wil je toch liefst zien, Diamond Horse Armor. Ja. We kunnen even kijken hoe het gaat met onze paard. En dan kun je even het paard even Golden Horse Armor geven. Ja, we hadden dus een wit paard. Ik dacht wel dat we een wit paard hadden. Die kan af en een keer een Golden Horse Armor. Kijk hoe dat bij jou lijkt. Oh, dat ziet er al wel mooi uit. Een wit paard. Ja, oké. Okay. Dus heel mooi. Zo. Kijk, ons moet de koeien zitten. We hebben nog geen farm. Dus ik kan ze nog niet echt... ik kan ze niet echt voor elkaar gaan broeden. Maar we hebben dus 4 koeien hier. En 4 mushroom koeien hier. Nou, fijn. Dus we gaan even terug naar ons huis hier. Zo. Dus dat is het einde van deze aflevering. En kijk een mooi uitzicht naar de creepers in de vette. Dit is het einde van deze aflevering van Survival Craft. Voor deze aflevering leuk. Laat een like achter. En abonneer als je nieuw bent. En hopelijk zie ik je dan maar in de volgende aflevering van Survival Craft.